Prins Willem-Alexander wordt door dierenliefhebbers op de korrel genomen wanneer zij per fax tegen zijn jagerspraktijken in het geweer komen. Helaas voor de actievoerders is het beoogde resultaat er tot nu toe bij ingeschoten. Deze taart is voor de absolute doorzetter van het afgelopen jaar. Het is het ongelooflijk verhaal van Diane Leitens. Wat niemand lukte, lukte haar. Hallo. Goeiedag. Ik zoek Diane Leitens. Dat ben ik. Oh, dat bent u? Ja. Dat kan niet waar zijn. Ik ben het dus wel. Echt waar? Ja, echt. Dat geloof ik niet. Ik geloof er geen barst van. Nee, het is echt waar. Ik ben het echt. Hoeveel kilo was u dan? 126,5 kilo. En hoeveel nu? 51, 52 kilo. Nou, is zij de doorzetster van het jaar, ja of nee? Kom je, je krijgt een kus van me. Ik wil ook een beetje afvallen. Voelen ze even. Nou, ietsje. Hè? Het lukt voor geen meter hier. Nou, oh, hartstikke bedankt. Nou mag, je wel even wat eten. Nou, ik vind het schitterend. Kom binnen. Ze is zo blij. Ja. Hè? Nou zeg, hallo. Diana ging erg gebukt onder haar gewicht. Ze wist haar forse probleem dankzij haar grote inzet te verlichten. In 4 jaar tijd viel zij speciaal voor haar man Wim en haar 8 kinderen zo'n 75 kilo af. Iedereen praat over je natuurlijk, ja, hè? Altijd van dat en iedereen nakijken? Ja, ook al. Kinderen kwamen wel eens thuis op school dat ze gevochten hadden en dat ze hun moeder hadden uitgescholden voor een kamerolifant en die dingen allemaal. Ja. Ja, echt waar. Of ze zeiden, een collega van mij die zei van, ik struikelde een keertje. Zegt ze tegen mij van, nou, als jij valt, dan mogen ze wel een bulldozer om een gat te dicht te maken. Ze was echt helemaal van dit. Wij moesten met z'n tweeën een badhokje, omdat hij mee moest helpen om een badpak aan te krijgen. Want ik had een badpak met versteviging in de grootste maat. Die was eigenlijk nog te klein. Nou, dan lag hij te rukken en te sjoren dat ik uiteindelijk mijn badpak aan had. Dat alles op zijn plaats erin geduwd, zodat er niks onderuit kwam. En dan ging ik zwemmen. En dit was Diana 4 jaar geleden. Een zwembandje was niet nodig. Haar gewicht maakte Diana erg depressief. Reden genoeg voor haar om zich aan te sluiten bij een dieetclub. Maar het lijnen was niet makkelijk. Af en toe moest ze zich erg beheersen. En als haar man lekker wilde eten, moest hij dat in de kelder doen. In de kelder ging hij zitten eten. Dat ik dat niet zag. Ja. Als je normaal moest eten? Ja. Het is hier niet te geloven. Nou, zeg luister, dan heb ik nog even een vraag. Ja. Heb je nog zo'n oude jurk? Ja, op zolder heb ik die. Ah, laat mij die even zien, dat vinden we best al leuk. Wil jij hem even pakken? Hier kunnen maar 3 man in. Oh, joh. Dus dit is de oude jurk van mama. Ja, het is toch fantastisch. Een jas. En een... Die doen we dus even dicht. En zo dik was je dus vroeger. Ja. Dus dit zat dan vroeger zo over de dinges heen. Ja, hou eens vast, vriend. Ja? Ja. Dus zo was je vroeger. Ja. God, dat is ongelooflijk. Ja, achteraf voor mij ook wel. You know what I mean. Nog even kijken hoe het ook alweer was. Om haar nieuwe figuurtje nog beter tot zijn recht te laten komen, kocht Diana speciaal voor haar man een sexy pakje. En natuurlijk was ook Willy Brood erg nieuwsgierig. Dat is die topje. Wanneer ga je dat dragen? Zal ik het nou even aantrekken? Nou, voor mij hoeft het niet hoor, maar doe het maar even, ja. Ja? Ja. Even nemen? Ja. Nou, dan lopen wij eventjes naar boven. Ja, oké. Okay. Hey, Willebrood, jij hoeft niet mee hoor, naar boven toe. Oh, ja, je zegt ga mee. Nou, ik bedoel mijn dochter. Ik ben zo terug. Nou, ja. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction. Really. Nou, ik word een beetje te machtig hoor. Ik ga gauw verder. Plezier in kerstdagen nog. Dag. Say, wouldn't you like to know what's going on? 31 juli 1994. De Rijksweg N205. Een personenbusje wil inhalen. Maar een naderende Porsche rijdt, zoals het politieonderzoek blijkt, rond de 200 km per uur. Een ongeluk is niet te vermijden. 2 kinderen zijn op slag dood. De 1-jarige Leon
en zijn 12-jarige halfzusje Leonie. Hun vader en zijn nieuwe vrouw zijn zwaar gewond. De moeder van Leonie vertelt. Hoe is het zo'n periode als die kinderen zo ineens uit het leven weggehaald worden? Dat is met geen pen te beschrijven. Dat is niet uit te leggen. Dat is een gevoel, zit zo diep van binnen. Verdriet. Zo walgelijk veel verdriet. Je bent zelf als moeder zijnde een stuk geamputeerd. Je wordt een stukje geamputeerd. Er wordt een stuk uit je lijf weggerukt. Je leven stort in elkaar. Absoluut. Absoluut. Er is niks meer belangrijk. Nou heeft u het verdriet een heel klein beetje verwerkt. Maar nou bent u weer opnieuw heel erg verdrietig geworden, is niet? Ik ben ontzettend verdrietig geworden. En vooral heel erg boos. Heel erg boos, omdat de zaak zo onvoorstelbaar lang heeft moeten duren. En dan komt het uiteindelijk voor. En dan krijgt de dader een straf waarmee te leven valt. Volgens de Nederlandse wetten. En dan gaat vervolgens meneer gewoon in hoger beroep. De rechter straft de bestuurder van de Porsche met 9 maanden cel... waarvan 3 voorwaardelijk en 3 jaar rijontzegging. Deze straf is hoger dan de eis van de officier van justitie. In eerste instantie een opluchting voor de familie. Maar dan komt de klap. De bestuurder gaat in hoger beroep. Wat vindt u ervan dat hij in hoger beroep gaat? Vind ik schofterig. Daar heb ik geen woorden voor. Waarom niet? Als je zoiets doet, je rijdt met zo'n snelheid... 2 gezinnen finaal in elkaar... waarbij mensen omkomen, waarbij mensen invalide raken... en je durft dan nog voor 9 maanden en 3 jaar rijontzegging... in hoger beroep te gaan, dan ben je onmenselijk in mijn ogen. Maar toch is het zijn recht. Ja, dat is het Nederlands recht. Het Nederlandse wet geeft iedere burger recht op. Maar waarom vindt u het dan toch schofterig? Menselijk gezien. Ik neem aan dat hij zijn spijt betuigd heeft voor wat gebeurd is. Absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet? Nee, niets. Taal nog teken. U heeft nooit iets van hem gehoord? Nee, nooit. Geen kaartje, geen bloemetje, geen spijtbetuiging. En voor mij is dat een regelrechte schuldbekentenis. Dit zijn ook de knuffels die van Leonie zijn... En met name is deze pandaknuffel voor mij heel belangrijk. Want dat was de knuffel waar zij mee sliep. En hier zit haar geur nog aan. En zo af en toe dan stop ik mijn hele gezicht erin en dan ruik ik er ook echt weer. Ja. En dat is dus het gevecht wat ik probeer in mijn eentje te voeren... om dat te voorkomen. Want strafvermindering mag er absoluut niet plaatsvinden. U vecht ervoor? Daar vecht ik tot de laatste snik toe door. Ik ben hier momenteel in Haarlem, in de buurt waar de Porsche-rijder woont. De familie vindt het onbegrijpelijk waarom hij in hoger beroep is gegaan. En dat wil ik nou eens aan hem vragen, waarom hij dat dus toch doet. Bovendien wil ik graag van hem weten waarom hij nooit in al die tijd... ooit iets van zich heeft laten horen. Heel veel mensen vragen zich af waarom je in hoger beroep gaat. Ja, daar wil ik het niet over hebben. Als je wilt gelijk maar afsluiten, dat is zitting nergens van. Nee, maar ik bedoel, je hebt 2 kinderen doodgereden. Ja. Mensen vragen zich af waarom ga je in hoger beroep? Ik heb 2 kinderen. Oh, je hebt doodgereden. Kun je me nog even uitleggen? He? 3 tellen. Weet je wat voor ellende je hebt aangericht? 3 tellen. Ja? Nee, niet aan mijn kopers, hè? 3 tellen. Of sta je helemaal naar je plaats? Luister eens. Weet je wat voor ellende je aangericht hebt? En waarom heb je nooit iets laten horen bij die mensen? Hé, waarom heb je de beleefdheid niet gehad om iets te laten horen? Geen brief, geen bloemetje, geen medeleven. Je gaat me... Nou, moet je goed laten. Je slaat me niet, hè? Nog 1 keer. En ik ga helemaal niet paard. Je blijft me af. Waarom heb je nooit iets gedaan? Al zou ik het nog maar 1 keer mogen zien. Maar in die 1 seconde, nooit, nooit meer. In
februari wordt iedereen weer verhit door de Elfstedenkoorts. Het spant erom of de Spartaanse tocht wel of niet gereden zal worden. Ondanks ijstransplantaties komt hij er helaas niet. Wat wel doorgaat is het wereldkampioenschap schaatsen. Na het Nederlands en het Europees kampioenschap te hebben gewonnen, zet Rintje Ritsma ook de wereldtitel nog even op zijn naam. En dat is wel een huldiging waard. Rampzalig nieuws komt uit de Duitse Winterbergen, waar een bus met Hollandse toeristen in de slip raakt en in een ravijn stort. 7 mensen komen om. De chauffeur wordt dood door schuld verweten. Ook de IRT-affaire houdt de Nederlanders in zijn greep. Onder leiding van Maarten van Tra neemt de commissie het functioneren van het Nederlandse justitie- en politieapparaat onder de loep. De baan van zorgdrager staat op de tocht. Maar uiteindelijk mag ze aanblijven als minister. Weer een zorg minder. In Den Haag maakt het oorlogstribunaal zich klaar voor berichting van een aantal Servische oorlogsmisdadigers. En in Den Bosch staat de beruchte bende van Venlo terecht, wegens onder andere meervoudige moord in een van de meest geruchtmakende strafprocessen die ons land ooit heeft gekend. Prinses Irene komt met een boek waarin ze vorstelijk vertelt over haar gesprekken met bomen en zwempartijen met dolfijnen. De man waar ik het afgelopen jaar het meest om heb moeten lachen is niet Herman Vinkers, is geen Joep van het Hek, is zelfs geen André van Duin, maar hij komt uit Gramsbergen. Helemaal aan de rand van Overijssel bij de Duitse grens. En hij zit hier te werken. Het is namelijk Erik Hulsebos. Erik! Ja. Hi. Kom er maar in, man. Even bovenop komen. Kom er maar in, man. Je bier nog zijn. Wat? Jorrie, je bier nog zijn. Dan geef me niet mijn naam. Nou, daar vind ik hem zo leuk. Ik weet niet wat hij zegt, maar ik geloof dat ik mijn been erop moet zetten. Jorrie, je bier nog zijn. Ja, en dan? Ja. Kan je nou ook gewoon Hollands praten? Ja. Ja? Ja. Nee, maar houd het maar zo. Want ik ben hier speciaal naartoe gekomen om te zeggen dat je de leukste man van Nederland vindt. O ja? Ja. Nou. Nog leuker dan Joep van het Hek. O ja? En al die komieken. Nou, daar kan ik misschien ook een keer geld van verdienen. Ja. Dat Erik niet alleen een lolbroek is, blijkt uit het feit dat hij de gedoodverfde winnaar van de Elfstedentocht was, die helaas nooit is gereden. Maar Willy Brood wilde het over iets heel anders hebben. Zeg, wat heb ik nou gehoord? Je hebt een meisje, hè? Ja. Een hele fijne. Een hele fijne. Ja, okay. Hele fijne. Ja, goed. Waarom ben je verliefd? Waarom als ik verliefd ben? Het is een mooi meisje om te zien. Mooi figuur. Alles zit erop en eraan. Heel lief. Een heel lief meisje. Heel best meisje. Dat vind je leuk. Heel goed maar, karakter. En ze heeft ook een mooi figuur. Ja. Maar ja, daar heb je weinig aan, hè? Oh, weet ik niet. Want ik heb gehoord dat jij dus... jij bent zwaar protestant, hè? Dat ja. Seks voor het huwelijk is er niet bij jullie, hè? Nee. Ben je dat nou echt? Ja, dat is waar. Hey, hoe oud ben je nou? 26. 26 van mijn jaar verknald. En je hebt nog nooit... Nee, ik heb er nog niet naar gekeken. Nee? Nee. Meen je dat nou echt, hè? Ja, meen ik echt. Maar je bent toch wel een kerel? Ik bedoel, heb je ja, toch wel... ik ben een hele gezonde kerel, maar weet je wat het is? Als er weer eens een keer zonder van troon of zo, hè, ja. Dan is de verrassing des te groter. Maar jij hebt dus nog nooit seks met haar gehad? Nee. Godzijdank. Ik had er wel eens heel dichtbij gezet, maar nee. Wat zeg je nou? Ik had er wel eens heel dichtbij geweest, maar... Hoezo? Nou ja, goed, net zoals ik zeg. Ja? Ja. En waarom is het toen niet doorgegaan? Ja, toen viel ik in slaap volgens mij. Als je moet kiezen tussen de Elfstedentocht of trouwen met je lieve mooie meisje, kies je voor de Elfstedentocht? Ja... Nou, dat valt niet. Nou, ik moet wel in wat bezig zijn. Zou je meisje lekker vinden, hè? Nee. Laat hem niet naar de uitzending kijken. Als ze zijn dit seizoen, moet je trouwen of... Nee, als het als hij doet mee, dit seizoen maar als het dan. Ja. Dat dronken vol seizoen ook wel. Zie je wel dat je de beste grappenmaker bent. In maart valt het doek voor de Nederlandse vliegtuigindustrie. Het is afgelopen voor Fokker. Het trotse bedrijf dat ooit door Anthony Fokker werd opgericht. Ook gesprekken met onder andere de Russen, Taiwanese en Zuid-Koreanen weten het bedrijf niet van de ondergang te redden. Vanuit Engeland komt de gekke koeienziekte naar het Europese vasteland. En uit angst voor de ziekte Creutzfeldt-Jakob wordt het misgezet in een groot gedeelte van de Europese veestapel. Na een onterechte beschuldiging van gokken op eigen wedstrijden wint Dick Jol zijn proces tegen de KNVB en mag hij zijn fluit weer vrijelijk op de diverse velden hanteren. In tegenstelling tot 30 jaar geleden geven koningin Beatrix en prins Klaus de voorkeur aan hun huwelijksjubileum zonder een knalfeest te vieren. All You Need-presentator Robert ten Brink wordt trotse vader van zijn vijfde dochter die de naam Suzanne krijgt.
En ook in het Noorderdierenpark te Emmen wordt een geboorte gevierd waarin een kerngezonde neushoorn wordt geboren die onbedreigd zijn neus achterna kan lopen. Voor mensen met een ochtendhumeur bestaat er de mogelijkheid tot een middernachtelijk huwelijk. En Nederland is getuige van de eerste voltrekking. Voor de jonge VVD-politicus Robin Linschoten loopt het naar aanleiding van de CTSV-affaire minder goed af dan voor zijn collega Winnie Zorgdrager in de IRT-affaire de maand daarvoor. Het onderzoek in zaken de beruchte balpenmoord wordt heropend. De zoon wordt beschuldigd van moord op zijn moeder en wordt lange tijd onterecht vastgehouden. De swingende zuiderbuur Helmoet Lotti verovert met zijn sonore stemgeluiden hitparades. En de Nederlandse film Antonia met Willeke van Ammerooy ontvangt de hoogst denkbare filmonderscheiding. Een Oscar. In 1996 komen veel ontuchtzaken met minderjarigen aan het licht. Waaronder de zeer spraakmakende op de Amersfoortse Guido de Bresschool. Aardrijkskundeleraar Ben K. zou tussen 1977 en 1993 seksuele handelingen met leerlingen hebben gepleegd. Na een waarschuwing in 1990 ging K. door met zijn praktijken. De schoolleiding stopte de hele zaak in de doofpot. Zelfs na het ontslag in 1993. Willibord wilde weten, waarom misbruikt een leraar 16 jaar lang zijn leerlingen? Ja, goedenavond, met Willibord Sprinkaan. Van RTL, sorry dat ik even stoor. Mag ik even iets vragen, alsjeblieft? Ja. U wordt toch ook verweten dat u kinderen misbruikt heeft? Wat is misbruik? Ik bedoel, dan moeten we eerst eens een stel definities gaan vaststellen. Ja, als je met jongere kinderen pornovideo's gaat bekijken, als je masturbeert, als je ze aanrandt en een geslachtsgemeenschap hebben, is natuurlijk niet niks. Wat is aanranden? Aanranden is onder dwang iemand verplichten iets te laten doen, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk onder aanranden. Ja. Nou, dat soort kwalificaties is voor mij niet van toepassing. De kinderen hebben het vrijwillig gedaan. Dat dacht ik wel, ja. Maar dat zijn toch kinderen, dat zijn toch weerloze kinderen? Dat gaat toch aan het straat, toch zegt hij. Mag ik niet verwachten dat zij... Weerloze kinderen, nou dan moet je ze... Op die leeftijd... Lopen met 16, 17, 18-jarigen. Ja, maar je mag toch niet verwachten dat ze een leraar... Bevredigen. Dan moeten we als samenlevingen snel verder vanuit de stad in... om al die kindertjes uit die gevaarlijke kroegen te halen. U kunt zich voorstellen dat ik me afvraag van hoe kan iemand zoals u... met zo'n niveau en zo'n opleiding... kinderen zo seksueel misbruiken. Ach, meneer Verdaal, toch schijt toch alsjeblieft uit. Doe nou toch even. Maar wat is er niet goed aan die formulering? Wat daar niet goed aan is? Jullie hebben toch gemasturbeerd? Jullie hebben toch... Ze hebben u toch moeten bevredigen? Ze hebben u toch moeten... Wat zijn dat nou voor terminologie, zeg? Nou, dat is er toch allemaal gebeurd? Dat is toch niet echt fris? Om dat met kinderen te doen? Jongen, laat ze nou toch eens even. Natuurlijk is het niet goed, laten we dat duidelijk zijn. En gaat ook in maar dat geeft u wel toe. Of dat gebeurt. Maar dat geeft u wel toe dus. Wat geef ik dat toe? Dat het niet goed is. Ja, natuurlijk geef ik dat toe. U beschadigt het natuurlijk enorm, beschadigt die kinderen. Dat is natuurlijk... Valt ook wel mee. Dan moet jullie de processen van Waan maar eens lezen. Die heb ik allemaal. Nou ja, het is in ieder geval heel abnormaal en heel onfris. Dat moet, is gewoon walgelijk wat u gedaan heeft. Vind je dat gewoon niet? Nou, daar is niet de term van toepassing. U heeft toch gestudeerd, u bent toch gewoon een intellectuele man. Dan weet u toch dat u niet met uw vingers aan kinderen moet komen. Dat u niet u moet laten bevredigen. Dan moet je toch niet naar pornovideo's zitten kijken. Dan moet je toch, geen geslachtsgemeenschap hebben met ze. Nou, dat is in een enkel geval gebeurd. Ja, dat geeft u toe. Maar dat doe je toch niet als volwassene? Dat doe je toch zeker niet als leraar? Ja, dan bescherm je toch juist die kinderen? Nou ja, ik moet dat zeggen. Ik ben altijd uitgegaan van deze grens van... ik ben nog aan het eten koken trouwens. Maar even naar de keuken, dat was een brandwoord ding. Ja, ik heb hier helemaal geen zin in, meneer Verkwijn. Heeft u er spijt van of niet? Meneer Verkwijn, u moet ophouden. Ja, u moet ophouden met privé te bellen en mij lastig te vallen. Ja, maar ophouden, dat vonden de kindertjes ook die u seksueel misbruikt heeft. Ja, de kindertjes. Wat voor kindertjes? Natuurlijk is niet goed nogmaals wat ik heb gedaan. Ja. Ja, maar het gaat om context daarin, de sfeer waarin, hoe je relatie is met leerlingen. Ja die was wel de leeftijd waarop. Want... U heeft toch een misbruik gemaakt van uw positie? Nee, dat heeft helemaal niet met positie te maken. Kinderen voelen zich ook bedreigd. Kinderen voelen zich ook bedreigd door u, hebben ze verklaard. Ach, schrijf eruit. Maar ik vraag het nog één keer tot slot. U geeft dus toe. Hallo? Hij heeft opgehangen.
afgelopen jaar begon voor zangeres Bonnie Sinclair heel negatief. Ze zopen ze ketteren, ze lazen ze tijdens het optreden van het podium af. Ja, en 's morgens spoelde ze haar boterhammen weg met witte wijn. Maar ze heeft een fantastisch voornemen en daarom heb ik Bertha meegenomen. Kom maar. En om haar boterhammen 's morgens met melk weg te spoelen, krijgt ze van mij Bertha. Ga je mee? Die een goed voornemen heeft, moet de koe bij de horens vatten. Hallo. Nou, we hopen dat het geen gekke koe is. Anders zal de melk ook wel geschift zijn. Kom dan, kom dan. Doe het niet. Kom nou. Kom maar, kom maar. Hè? Wat is dit? Nou ja, hier. Wat is dit? Hier. Nou ja. Dus kom maar, jongens. Oh ja, nee, gaat niet meer naar binnen, hè? Ja, nee, joh. Ja. Oh nee. Hé? Nee, oh nee, ik ben een hond, die wordt helemaal gek. Nou, laat hem even hier in de hal staan, want ik vind het ook zielig. Het ook ja, maar verder komt hij niet. Want nee. ik heb vrij breekbare spullen, dus dat is helemaal. Oh, dat maakt niks uit. Ja, dat maakt mij wel uit. Maakt ook, kom op. Nee, Bert, dat komt niet binnen. Maar daar zit jij zo dus echt veel, hè? Ik lust graag een borrel, ja. Nee, maar je zoopt echt veel, hè? Nee. Een fles vodka per dag. Nee, dat is heel tijdelijk geweest, hoor. Maar heb je wel Nee, het was hoofdzakelijk de wijn, hoor, de laatste tijd. Nee, ja, ja. Nee, maar daarvoor... Nee, je moet wel goed de artikelen lezen. Nou, zeg, heb ik gelezen. Ja. En met dat lezen is onze Willy Brood wel even bezig geweest. Want in bijna alle bladen is het drankprobleem van Bonnie tot in den treuren uitgemolken. Heb je nooit tegen jezelf gezegd, Bonnie, stop ermee? Nee, dat heb ik nooit tegen mezelf gezegd. Ik heb wel tegen mezelf gezegd, het is niet normaal. Het gaf je ook wel Het is geen normaal... Het fleurde je leven wel een beetje op, van de ene kant. Soms wel. Ja, ja. Maar soms dacht ik ook van, jeetje, ik zou wel eens met een nuchtere kop... opstaan? Nee, mijn hond willen uitlaten en van de natuur genieten. En die dingen mis je wel, die ontgaan je op een gegeven moment. Je liep al hikkend je hond uit te laten. Nee hoor, want anders dan hadden de buren het wel gezien. Ja. En er is nooit iemand die dat heeft gemerkt of wat dan ook. Ik wou je enorm feliciteren. Ja? Ik wou je mijn respect tonen voordat je besloten hebt om nooit geen alcohol meer te drinken. Zo, en nou halen we geen oude koeien meer uit de sloot. Veel succes, hè? En als het vervelend wordt, dan een balje voor je. Straks na de reclame een hartstochtelijke ontvangst bij de Josti Band. Ja. Daar ga je voor niet over. Ik juist in de televisie. Oeh. Nou. Hey. Hey. Wat voor vriend. Ja. Alles goed, Marie. Ja, hey, luister eens. Heel veel. Elke van Doorn, wat onwennig, terug op het scherm. Je kent natuurlijk, je hebt geen cueboard natuurlijk, hè, om af te lezen. Dit antwoord. En het trio waar zelfs onze camera van begint te zweten. Ik wil heel gelukkig worden met mijn vriendje dat hij met een huwelijk vraagt heel snel. Moulinex heeft de Clean Air uitgevonden. Een friteuze met een maxi-filter dat 2 keer zoveel vet vasthoudt. Dus zelfgebakken frietjes zonder nare luchtjes. Moulinex, daar heb je meer aan. Familie. 2 kinderen kwamen om het leven bij een verkeersongeluk. In 1 klap zou de wereld voor hun ouders nooit meer hetzelfde zijn. Maya Eksteen praat met 2 gezinnen die de draad probeerden op te pakken na een vreselijke gebeurtenis. Wat een familie. Morgenavond om 22:30 bij RTL 4. Jongelui, voor dit examen hebben jullie 3 uur de tijd. Jullie kunnen nu beginnen.
Nieuw, Vianetta appelkaneel. Romig appel en kaneelijs tussen knisperende chocolaagjes. Dat is nieuwe Vianetta appelkaneel van Ola. Straks in het late nieuws een nieuwe methode waarmee junkies af kunnen kicken zonder ontwenningsverschijnselen. En de teleurstelling van Stella Jongmans na de Olympische Spelen van Atlanta. I'm falling into you. Falling into you van Celine Dion. De CD met alleen maar sublieme hits. En natuurlijk de nieuwste, All By Myself. Celine Dion. Zaterdagavond, het kerstcadeau. Politici met idealen die wat willen bereiken, moeten vaak moeilijke en scherpe keuzes maken. Maar die keuzes worden makkelijker als je ver buiten het Binnenhof geconfronteerd wordt met deze harde werkelijkheid. Kijk dus zaterdagavond op deze zender, als u wilt zien wat we allemaal meemaken hier. Het evenement van het jaar, dat is het kerstcadeau. Zaterdagavond om 8 uur bij RTL 4. Zo betaald voor de Civic City. Zo betaalt u bij de Civic City. Voor de Civic City. Ja, zo betaalt u voor de Civic City. Met stuurkrachten. Geen 29. Zo heeft de Civic City. Zo heeft de Civic Escort. Niet alleen stuurbekrachtiging. Doorgaan! Het was niet te filmen, die Honda Boot aanbiedingen. Nog 2 weken bij de Honda dealer. Ik wil nu gaan hoor. Ik voel me niet lekker. Nou, dat is wel te zien. En nou niet meer zeggen dat je nooit iets van me krijgt. Kleenex en Page Ultrasoft. Ah, oh, dat voelt goed. De tissues die ultrasoft zijn, omdat ze zijn verrijkt met een verzachtende lotion. Verkrijgbaar als Page zakdoekjes en Kleenex tissues. Terug bij het jaaroverzicht. In april van dit jaar worden duizenden vrouwenharten gebroken wanneer de razend populaire jongensgroep Take That aankondigt uit elkaar te zullen gaan. Bij hun laatste optreden spelen zich Beatle-achtige taferelen af. 50.000 mensen die hun bloed op AIDS hadden laten onderzoeken moeten opnieuw de gevreesde HIV-test ondergaan, aangezien de eerder verrichte test onbetrouwbaar bleek te zijn. Ook worden in deze maand kattenbrokjes van diverse merken uit de schappen van de supermarkten gehaald. Ze bevatten stoffen die een verlammende werking op katten blijken te hebben. Op de Amsterdamse Wallen vindt een schoonveegactie plaats die gericht is tegen prostitutie door illegalen. Coco Pitalo overlijdt. Zijn afscheid is een zigeunerkoning waardig. Ook deze maand in het nieuws, prinses Christina, die haar kans op de troon had verspeeld door zonder toestemming van de Staten-Generaal met Jorge Guillermo in het huwelijk te treden. Ze gaat scheiden, verlaat het landgoed de Horsten in Wassenaar en verhuist naar Amerika. Na ecstasy en paddenstoelen is er de nieuwe kick, het zogenaamde kikkerlikken. Een Ajax wordt landskampioen en in Amsterdam massaal gehuldigd door duizenden aanhangers. Natuurlijk staan niet alleen de spelers, maar ook trainer Louis van Gaal in het middelpunt van de belangstelling. Mijn favoriete band van het afgelopen jaar is zonder meer de Jostie Band. Ze hebben het dit jaar helemaal gemaakt. En ik ben ook heel blij dat ik hier bij hun laatste concert van het jaar mag zijn in Middelharnis. Want eerlijk, ze zijn grandioos. De
Josti Band, die hier het wereldberoemde Jingle Bells ten gehore brengt, is het huisorkest van de Hoge Burg, een wooncentrum voor verstandelijk gehandicapten in Zwammerdam. Er zijn maar liefst 180 leden, waarvan de oudste 94 jaar is. De lievelingsband van prinses Juliana viert dit jaar zijn 30-jarig jubileum. Hij stond meer dan ooit in de publiciteit. In de pauze spreekt Willibrord een aantal orkestleden aan. Ik vind dat jullie fantastisch gespeeld hebben. Ja, zeker weten. Hé? Ja. Jongen, jongen, ik heb gezegd op de scherm van RTL dat jullie de beste band van Nederland zijn. Ja, zeker weten. Hey. Ja, je speelde fantastisch, hè? Ja. Jullie worden nou ook heel beroemd, hè? Ja. Ja? Leuk, hè? Je bent een echte ster nu, hè? Ja. Nee, sorry, kijk eens, hè? Ja. Leuk, hè? Nou, kom hier, dan krijg je nog eentje terug ook. Vind je echt te gek? Mag ik je wat vragen, Jan? Jan? Ja, ook de populariteit van Willibrord kent zijn grenzen. Jan? Oh, Jan wil niet. Dat is wel mooi, hè? Hij zal maar bij mij in het zwembad gooien! Nee, nee! Nee, nee, ja, ja, daar. Maar jij bent in het zwembad gooien. Ja. Vind je het leuk om voor bij de Josti Band te spelen? Ja, hoor. Waarom? Nou, omdat het, omdat wij zo beroemd zijn, hè? Ja, jullie zijn beroemd, hè? Ja. En weet je waarom dat wij beroemd zijn? Nee. 30 jaar Josti Band. Dat is heel veel wat, hoor. Maar wie is er nou beroemder? Paul de Leeuw of jullie? Allemaal. Maar wij allemaal. Ja, maar wie is beroemder? Paul de Leeuw of de Josti Band? De Josti Band. Daar ben ik met je eens. Wie is beroemder? Ja? De Josti Band of Hennie Huisman? Josti Band. Josti Band. Ja. Het orkest is zo populair dat er zelfs heuse strooifoto's van de orkestleden zijn. Sommige muzikanten hebben zelfs een beetje last van sterallures. Wat is het nou de reden van het enorme succes van de Josti Band? Nou, ik denk dat het geheim van het orkest is dat de orkestleden geen dubbele bodem hebben. Ze zijn echt, het is oprecht wat zij laten zien en horen. Orkestleden die, als ze je prettig een figuur vinden, dan laten ze dat weten. Maar als ze je niet zo leuk vinden, dan merk je het ook. Ja? Dan weet je ook waar je aan toe bent. Ze zijn wel heel recht door zee. Ja. Hey, mag ik vragen, waarom vindt u het zo leuk om voor de Josti Band te spelen? Oh, ik vind het fantastisch. Waarom? Gewoon vreugde. Vreugde? Ja. Kalmte en vreugde is heerlijk. Ik vind het echt lekker. Ja. Ik vind het heel fijn. Maar het geeft je echt veel vreugde. Ja. Ja? Als je verdriet hebt, moet je gaan spelen. Ja. Dan ga je verdriet over. Ik juist in de televisie. Oeh. Nou. Fantastisch. Hey. Hey. Wat ja. Dat is goed, Jorie. Ja, hey, luister eens. Heel veel succes. Ja, dank je. Ja, ik heb gezegd, jullie zijn de beste band van vandaag. Dat klopt toch wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Oké. Okay. Nou zijn jullie echte sterren geworden, hè? Ja, echt. Vind je het leuk als mensen jullie herkennen? Ja, tuurlijk. Ik juist in de TV. Ga mee? Nou. Gaan we weer binnen. Heel veel succes. Ja, dank je. En met een muzikaal hoogstandje werd deze te gekke avond afgesloten. Ongelooflijk, maar vooral heel oneerlijk, is het verhaal van de 2-jarige Niels en zijn zusje, de 4-jarige Maaike. Zij verloren beide ouders. Hun vader overleed tijdens een hartoperatie en enige maanden daarna overleed hun moeder aan kanker. Dit zijn Maaike en Niels Sloos. Het afgelopen jaar werden er verschillende benefietacties door hen georganiseerd. Waaronder een wedstrijd van Feyenoord tegen de plaatselijke club de Rolder Boys. Sinds het overlijden van hun ouders worden Niels en Maaike opgevoed door hun grootouders in Oegstgeest. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het met ze gaat, want ik heb het natuurlijk al heel lang niet meer gezien. En wat zij niet weten is dat ik ook een klein beetje Hennie Huisman ga spelen. Hey, Willibrord. Goedemorgen. Hi. Hoe is het met u? Ja, jij, hè? Ik kom eens even kijken hoe het ermee gaat. Hi. Ken je me nog? Nee? Ben je het vergeten?
Hé, hey, kom eens hier. Hé. Hey. Hey. Weet je nog wie ik ben? Hallo. Ga maar zwaaien. Hé. Hey. Waar is oma? Waar is oma? Het overnemen van de rol van vader en moeder is voor het echtpaar Hogevorst een zware taak. Ja. Hey. Opa en oma, ik wou even vragen, hoe gaat het ermee? Ja. Redelijk. Eén keer wat beter dan de andere keer. Het is toch nog moeilijk allemaal? Ja. Ja. Wat vooral? Nou, deze dagen dan weer. Want, ja, en vooral met Sinterklaas. Dat de kindertjes daar zo van genoten. Ja. En dat, ja, dat André er dan niet meer bij is. Ja. En deze maand is Mario jarig. Dat ja. zijn dan natuurlijk... Maar zoals nu de kerstdagen is heel moeilijk voor je. Ja. Ja, dat vind ik... Ja, dat roept zoveel herinneringen op. Maar het is heel moeilijk om niet alleen opa en oma te zijn, maar ook vader en moeder. Ja. Het valt jullie tegen? Nou, nee, dat niet. Nou, niet tegen, maar ik had niet gedacht dat het zo zwaar zou wezen. Maar ik zeg steeds, je bent 20 jaar ouder dan toen je eigen kinderen klein had. Dus nou, Nou, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Ik heb buitensporig veel waardering voor jullie enorme inzet. En dan ga ik iets doen wat jullie waarschijnlijk niet willen, maar ik doe het toch. Ik vind dat jullie maar eens even op vakantie moesten gaan. Ja? Ja? En dan zorg ik voor de kids. Ja? Hier zijn twee tickets. Dan gaan jullie een week op vakantie. Met z'n tweeën. Heel lekker. Dan vergeten jullie alles en ik pas op de kinderen. Ja? En zeg niet nee, want jullie hebben het hartstikke hard nodig. En vooral verdiend. Ja? Hartstikke lief. Nee, het is heel lief wat jullie doen. Ja? Ja? Willem Broert. Heel hartelijk dank. Ik heb er geen woorden voor. Nee. Oma hoeft niet te huilen. Nee, hè? Oma hoeft niet te huilen, hè? Vind je het goed dat oma even op vakantie gaat? Dan ga ik met jullie spelen. Dan ga ik voor jullie zorgen, oké? Okay? Dan ga ik jullie verwennen. Extra verwennen. Jullie moeten weg. Ja. Kom op, pak de koffers maar. Hals over kop worden de koffers gepakt. En even later wordt het echtpaar uitgezwaaid. Je hebt de tassenpakker. Ja. Nou jongens, goede reis. Hier heb je een cameraatje. Moet je een paar mooie opnamen maken. Dat zal ik doen. Heb je tickets bij je? Kies. Oh ja, oké. Goed zo. Nou. Nou, oma. Ja. Geef oma een kusje, opa een kusje. Oma, ga weg. Schat, zijn jullie bezig? Maaike. Dag Niels. Dag. Wanneer opa en oma in de lucht zitten, mag Willibrord zijn vaderlijke kant aan zijn twee tijdelijke beschermelingetjes tonen. Hallo. 1. Twee. Nee. Deze was hiernaast. Oh, was hiernaast. Sorry. Waar is brood, schat? Die zit daar in de bank. Oh, waar? In de bank? Je kan jezelf rook doen. Ja, hier zit het. Dit is de brood. Ja. Oké, hou vast. Thuis doe ik nooit iets in het huishouden. Dus het is wel even wennen. Hé? Lekker, hè? Kom maar. Nou, eet smakelijk. Hey, Niels, hoe doet een tijger? Terwijl Willibrord de geluidenbank van het dierenrijk met zijn pupillen doorneemt, geniet het echtpaar Hogevorst van de Zwitserse berglucht. In Oegstgeest is Willibrord in een serieus gesprek verwikkeld. Waar zijn papa en mama? In de wolken nu. In de wolken? In de hemel. Mis je ze wel eens een beetje? Ja, Niels doet het ook daar. Hé, dan mis je mijn papa en mama wel eens. Soms ga ik wel eens huilen met papa en mama. Ja? Nee. Maar even later heeft hij een leuk voorstel voor die kinderen. Oké. Zeg, jongens, luister eens. Ik heb een verrassing. We gaan zo lekker cadeautjes kopen. Hé? Poppen kopen en alles kopen wat we leuk vinden. De voorpret begint al voor de etalage. En eenmaal binnen blijkt dat een kinderhand minder snel gevuld is dan het gezegde wil doen geloven. Met grijpgrage handjes worden er varkentjes gewassen, films gekeurd, bouwpakketten en poppen ingepakt. Ja, die zijn heel leuk, hè? Die? Kom eens hier. Kom eens hier. Hier. Voor hij het in de gaten heeft,
loopt kindervriend Frequin als een pak ezel de winkel uit. Ondertussen maakt het echtpaar Hogevorst nog een rondritje in een Zwitserse arreslee. In het Overijsselse Borne worden door Enschedese wetenschappers skeletresten van een 10.000 jaar oude mammoet ontdekt en blootgelegd. Tot nu toe is dit het oudste skelet dat in Nederland wordt gevonden. Patrick Kluivert wordt naar aanleiding van het ongeval met de Vlaardingse schouwburgdirecteur veroordeeld tot 240 uur dienstverlening, 3 maanden voorwaardelijke zelfstraf en 1,5 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Een schilderij uit 1512, verkocht voor 5.000 gulden, blijkt maar liefst 2,5 miljoen gulden waard te zijn. Minister Sjoerdsma en de boer besluiten tot een hoger snelheidstrein. Vanaf dat moment wordt er eindeloos gedebatteerd over de vraag of de HSL nu wel of niet door het groene hart moet gaan. Judo-coach Peter Ooms wordt door onder andere Irene de Kok en Monique van der Lee aangeklaagd wegens ontucht met zijn pupillen. Op 28 mei brengt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 44.000 gulden op. Dit bedrag wordt geschonken aan Novib, die er een forellenkwekerij in Peru mee ondersteunt. In het Amsterdamse Concertgebouw vindt het eerste zogenaamde lichtconcert plaats. Het publiek gaat helemaal plat voor de muzikanten, die na afloop dan ook een liggende ovatie krijgen. Stoffelijke resten van het bijna 4 jaar oude vermiste meisje Robin Bogers worden deels teruggevonden op de vuilnisstortplaats van Zevenbergen. Een aantal verdachten wordt aangehouden. De 2 Nederlanders die samen met 4 Britten en 6 Indonesiërs waren gegijzeld in Irian Jaya door de actiegroep Vrij Papua, worden op 19 mei vrijgelaten en keren veilig naar huis terug. Franklin en Maxine gaan voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival in Oslo en behalen met de eerste keer een gedeelde 8e plaats. Op 26 mei overkwam Lisbeth Simonis in Amsterdam iets verschrikkelijks. Ze werd door een auto geschept en raakte in coma. En 2 maanden lang probeerden de artsen tevergeefs haar uit de coma te halen. En toen gebeurde er een wonder. Dit is Lisbeth Simonis, weer op de been. Nog geen 1/2 jaar geleden vertelde de artsen haar ouders dat ze medisch gezien niets meer konden doen om Lisbeth uit haar coma te halen. Maar haar ouders vochten voor een plaats in het Charlotte-oord in Tilburg. Door een speciale prikkelingstherapie voor coma-patiënten ontwaakte Lisbeth daar 7 weken later uit haar coma. Ik ben altijd zo ziet zwemmen in dat zwembad. Daar krijg je het echt warm van. En dat komt niet alleen door dat zwembad. Maar hoezo krijg je het er warm van? Nou, het is 1/2 jaar geleden had je niet kunnen denken dat ze weer kon zwemmen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Als u überhaupt nog zou leven. Nou, ik heb een keer gezegd van het lijkt wel of onze lieve heer een foutje heeft gemaakt en dat is hier aan het herstellen. 2,5 maand probeerden Lisbeth ouders om contact met hun dochter te krijgen. Samen met de medici in het Charlotteoord prikkelden ze constant Lisbeth zintuigen. Door onder meer tegen haar te praten en sterke geuren te laten ruiken, probeerden ze Lisbeth uit haar coma te halen. Je hebt de hele tijd in coma gelegen. Je ouders hebben met je gepraat, je zus hebben met je gepraat, hebben alles gedaan om contact met je te zoeken. Heb je ooit iets gehoord in die tijd? Nee, helemaal niks. Helemaal niet? Nee, helemaal niks. Het is echt heel vreemd. Kom je iemand tegen en die zeggen dan van ja, we waren er ook nog. We hebben dit verteld en we hebben dat verteld en we hebben dat verteld. Weet je er niets meer van? Dan zeg ik, nee, sorry, maar daar weet ik helemaal niks meer van. Nou, is er eigenlijk een soort wonder gebeurd? Want de doktoren hadden gezegd van nou, ze moet maar naar een verpleeghuis. En nou zit je hier. Eind december, ja, je kunt bijna alles weer doen. Ja. Ik vind het echt heel fijn dat gewoon alles weer goed is. Ja? Ja, het kan natuurlijk allemaal nog net wel iets beter. Mm-hmm. Dat hoorde het, ja. Maar daar ben je heel blij mee? Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ja. Ben je nou een andere Lisbeth geworden? Nou, mijn ouders zeggen van wel. Ik weet het niet. Maar ja, dan zeggen ze ook wel eens van, jij bent minder spontaan geworden. Mm. Ik denk van ja, dat, nou, dat zal maar. Dat gooi je er dan weer in nu, hè? Vanaf nu. Ja? Ja? Oké. Okay. Lisbeths ouders zijn dolgelukkig dat ze hun dochter weer terug hebben. Ja? Wat vond u nou het ergste van de coma? Van de tijd zijn de coma lag? Het geen contact hebben met je dochter. Dat is het ergste. Daar was je gek van. Ja, daar word je echt gek van. Ja. Dat is het eerste waar je naar zoekt. Het contact krijgen met je eigen kind.
En dat is er niet. Dus je kan niks vragen. Je kan niet vragen hoe ze zich voelt of ze pijn heeft of zo. En ik denk dat dat het ergste is wat er gebeurt. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? In mei lig je in coma. Ja. Kunt helemaal niets meer. Nee. En nu is ze weer, kan alles weer lopen. Ja, je hebt weer volledig contact. Je hebt een kind teruggekregen. Ja. Dat is het. Het is eigenlijk een wonder, hè? Het is een wonder. En er was in het AMC. In het AMC was er een zuster, een donkere zuster. En die werkte er al heel lang. En als wij dan echt heel verdrietig waren, zei ze, moet niet wanhopen. Soms gebeuren er wonderen. En daar moet je in blijven geloven. En als we Liesbeth nou zo zien, dan moeten we daar toch wel vaak aan denken, hoor, aan zuster Gisela. Er zijn ook een paar hele onrechtvaardige dingen geweest. Zoals het ontslag van Elke van Doorn. Notabene nog een 95, de meest populaire nieuwslezeres van het Nationaal. En die is er zomaar uitgedonderd. Nou, dat vinden ze helemaal niks. Ja hoor. Ja. Hallo. Ja, daar ben je niet meer gewend natuurlijk, hè, zo'n lamp op je gezicht. Nee, zo 's avonds laat niet meer, nee. Hoe is het nou om 11 jaar lang iedere dag de camera in te kijken en nou ineens niet meer? Dat is gewoon rot. Nou... Eerlijk zeggen. Het is even vreemd, maar ik kijk nog wel af en toe de camera in. Ja? Ja, ja, maar niet meer voor het journaal. Ik bedoel, niet meer voor je bent journaal, toch voor het journaal, nee, jongens. Nee. Hè? Kijk maar gewoon het journaal. Ik doe maar gewoon zeggen, ja? Nou, moet je luisteren. Maar het is gewoon rot. Nou, de manier waarop is rot. Oh, je kent natuurlijk, je hebt geen cueboarden natuurlijk, hè, om af te lezen. De antwoord. Nee, je moet wel in de kamer blijven kijken. Is het nou elk of Nelleke? Weet je dat nog niet na 11 jaar? Ja, maar ik kijk meestal naar het RTL-journaal. Snap je, het RTL-nieuws. En dat is ook heel goed. Dat vind ik dus, dat vind ik nou heel sportief van dat ze dat zegt. Op de vraag hoe Elke nu haar dagen vult, krijgt Willibrord een verheugend antwoord. Allerlei dingen komen op je af. Snappeltjes. Veel presentaties voor bedrijven. En kunnen ze jou, voor bellen? Ja. En welk nummer moeten ze dan bellen? En ook een aantal... Geen reclame, dat kan bij de commerciële omroep natuurlijk. Wat is het nummer? Ja, maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik ben al zo druk. Maar er zijn ook een aantal gesprekken gaande over mogelijk terugkeer op televisie. Meen je dat? Ja. Dat wordt leuk. Dus we hebben nog een primeurtje ook. Dankjewel. Nog. Ja. Ja. Bij welke omroep? Nou, de gesprekken zijn nog gaande. Maar is het bijna zeker dat je terugkomt? Zowel met publieke omroep als met commerciële omroep. Dus SBS, hè? Ja, nee, dat is... Oh, bij RTL? Nee. TV10. Daar kan ik nog niks over zeggen. Moet je luisteren. Ik heb een cadeautje voor je. Het is een tegoedbon voor een verjongingskuurtje. Oh, ja. Ja, want het was ook zo dat je wat rimpels en zo had, dat je er wat ouder uitzag, hè? Ja. Nou, ik vind dat dat heel erg meevalt. Ik zie eigenlijk niks, dus ook daar ben ik het niet mee eens. Maar dan krijg je een verjongingskuurtje op onze kosten. Mag je dus helemaal laten... ja, niet zoals Viola. Nee, dit en wat, maar, liever niet. Dat zou ik niet. Ja? Maar, en dan zou ik zeggen, dan gaan we opnieuw proberen of je bij het journaal mag komen. Want ik vind het heel... Ik ben het nogmaals gezegd niet mee eens. Want ik vond je een van de charmantste, een van de mooiste. Nou was ook niet zo echt moeilijk, eerlijk gezegd. En ook een van de beste. Ja? Dankjewel. Ja. Dat vind ik heel erg aardig. Ja. En dan heb ik ook nog voor jou, omdat jij het bent hoor, bloemen meegebracht. We wensen je het allerbeste, ja, en we rekenen erop dat je terugkomt. Dat heb je echt verdiend. Oké, ik doe mijn best. Ja? Ja, dat doen ze bij het nieuws natuurlijk ook, maar wij welkom hier. Ja, wel terugkussen, hè? Oké. Okay. Nee, het gaat je goed, hè? Heb je lippenstift op die man. Oh ja. Oké. Okay. Dag! Dag! Bedankt! Ga je goed? Bedankt. Dag! De zomer begint dit jaar hoopgevend als op 7 juni in de Bilt een temperatuur van bijna 34 graden Celsius wordt gemeten. De Nederlandse hithoofden trekken massaal naar de kust om af te koelen. Het kostte 10 jaar en 13 miljard gulden om de Ariane 5, het troetelkind van de Europese ruimtevaart, te ontwikkelen.
In juni vindt de lancering plaats, maar de Ariane 5 ontploft kort na de start met 4 satellieten aan boord. We kennen allemaal wel het verhaal van Anna Nicole Smith. Hier zien we haar Nederlandse tegenhangster, die aan het overlijden van haar echtgenoot een aardige zakcent overhoudt. De Brabantse zanger-entertainer Ad van der Hurk wordt verdacht van de moord op zijn mooie 15-jarige stiefdochter Nicole. Maar wordt na verhoor weer vrijgelaten in verband met gebrek aan bewijs. Ook zijn zoon behoort tot de verdachte. De start van de Tour de France vindt plaats in 's-Hertogenbosch. De organisatie rekent op honderdduizenden bezoekers, maar aan de kant van de weg blijft het vaak rustig. De familie van der Valk wordt verdacht van belastingontduiking en moet in het gedaagde bankje verschijnen. Gelukkig worden in ieder geval de dames van der Valk volledig vrijgesproken. En de heren beloofden plechtig het nooit meer te doen. Ja, wie het dit jaar ook helemaal gemaakt hebben, zijn Linda, Roos en Jessica uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Daar staan ze dan. De drie populairste meiden van Nederland. Linda, Roos en Jessica mogen dan in de serie Goede Tijden, Slechte Tijden de meest rampzalige dingen voor hun blinkende kiezen krijgen. Als zangeressen gaat het hen absoluut voor de wind. Hoe mooi, lief en aardig Linda en Roos ook zijn, het is voornamelijk Jessica, in het dagelijks leven Katja Schuurman, die zich mag verheugen in een grote hoeveelheid mannelijke aandacht. Zeker wanneer ze haar solo-nummer ten gehoor brengt. Wanneer Katja in de spotlight staat, raken de mannenkopjes verhit. En laten we eerlijk zijn, wie wil er niet zo'n vrouw in zijn schuur, man? Zelfs cameralensen beslaan verlegen van haar beeld. Als ze zijn schoongeveegd, heeft Willibrord nog een verrassing voor Katja in petto. Ja, die de vrouw van 1996 is. We hebben geen andere vrouw zoals het verleden, maar we hebben een hele jonge vrouw. En ze heeft zich dit jaar als geen enkel andere vrouw gemanifesteerd. Ze is echt een tv-persoonlijkheid geworden. Ze is jong. Ze is intelligent. Ja? Ach ja, met zo'n willen we haar lekker maar gelijk. De vrouw van het jaar 1996 bekendmaken. Katja Schuurman! Dankjewel. Zijn jullie het daarmee eens? Ik neem aan dat je een enorm vereerd bent. Ik ben heel erg. Laten we het hier maar om ongelukken te voorkomen even bij houden. Heel veel succes. En nog eenmaal, Hibiep hoera voor Katja Schuurman. In de pauze steekt Willibrord de andere twee dames even een hart onder de riem. Ik vind het een beetje zielig voor jullie, hoor. Nee, hoor. Hey? We zijn het helemaal mee eens. Ik ben er volledig mee eens. Maar ik beloof jullie dat jullie het komende jaar ook dat ik een hele leuke prijs voor jullie heb. Oh, ja, nou, oké. Okay, ja, zijn jullie nou niet een beetje jaloers dat zij zo enorm in de buurt staan? Ja, heel erg. Nog meer? Eigenlijk zijn we heel blij. Nou, ik ben wel vreselijk jaloers. Ja. Nou, een beetje wel. Nee, echt? Ja. Maar je ligt nog niet s'nachts in je bed van... Nee, natuurlijk niet, man. Wat gun je toch zo'n kind? Nee, wat is nou je grote verlangen? Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze überhaupt nog een verlangen heeft. Want ze heeft alles al op 21-jarige leeftijd. Wat, heb je toch nog een droom? Natuurlijk heb ik heel veel dromen. Heel veel? Vertel er eens drie. Ik wil heel graag meer doen. Dat is zo mooi. Voor de derde wereldlanden, maar niet alleen. Gewoon voor andere mensen. Voor en er zijn ook mensen heel dicht om mij heen. Twee. Ik wil heel gelukkig worden met mijn vriendje en dat hij met een huwelijk vraagt heel snel. En wie wil er nou niet met zo'n schoonheid trouwen? Miljoenen fans zouden er een heden hebben en houden over hebben. Gelukkig reageert Gert-Jan, de vriend van Katja, ook heel enthousiast. Als hij nu gaat vragen, vind ik het niet leuk. Nee, maar ze heeft net iets gezegd, ze heeft nog een wens. Dat jij... nog voor dit jaar of voor nieuwjaar? Ja, ik bedoel, het is nou 19 december, dus komt het nog voor dit jaar goed? Ah,
niet voor de kamer. Nee, nee, nee. Maar die onder druk zetten. Nee. Wat heeft hij nou? Wat ik dan niet heb bijvoorbeeld. Nee, dat is een stom voorbeeld geloof ik. Hè? Maar wat heeft hij wat andere jonge mannen niet hebben? Waarom is hij het voor jou? Nou, hij heeft voor mij alles. Hij is heel nuchter en laat zich niet meeslepen door allerlei onzinnigheden. En hij is lekker uit beide benen op de grond. En hij ziet alles gewoon zoals het is. En daarom is hij het voor mij. Heel veel succes. Heel veel geluk. Volgende week, tweede kerstdag.